Volg Rode JC Kerkraden ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Rode JC Kerkraden verloor zondagmiddag het competitieduel tegen Heracles Almelo. Op het kunstgrasveld in Twente was de thuisclub met 5-1 te sterk voor de ploeg van trainer Ruud Brood. Ik zou zeggen, stop er mee van Siegen. Hij heeft het gehoord. Een makkie voor Heracles. Na rust werd het verschil wel heel erg groot. 5-1 wint Heracles van Rode JC. Toch wel, denk ik, 4 weken op rij redelijk goed resultaat gespeeld hebben. En dan de laatste 2 weken is terug een stuk minder. En dan is dat natuurlijk niet makkelijk voor ons. Afane, Donald. En, oh, wat een kans. En dan zit hij er alsnog in, maar wordt die goal geannuleerd vanwege buitenspel. En gaat de treffer van Malky niet door. Nu begon niet slecht, denk ik. Het was eerst wat aanpassen, omdat het toch een ander veld is. Maar ik denk dat dat goed gebeurd is. En uiteindelijk hebben we redelijk kunnen beginnen. Maar naarmate dat de wedstrijd dan vorderde, is het eigenlijk minder en minder gegaan. Hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat? Moeilijk te verklaren. Door één erin te geven is dat natuurlijk niet zo makkelijk. Maar ik denk dat we gewoon de organisatie verloren hebben. En niet echt qua mentaliteit hebben we gewoon wat tekort gekomen, denk ik, gisteren. En dan gaat het via een aantal omwegen. En is dit een slechte inspelbal van Venović. Malky. Malky de langs bij Venović. Malky maakt hem. Ja hoor, Malky. Knappe goal. Kwanza doorgelopen. Armenteros. En 1-2. En 1-2. Oh, wat een mooie goal zeg. Weer Duarte. Bruns. Oh, wat een mooi balletje. Vlak blijft naar beneden. Castellón kan 2-3-1 maken. Doet dat niet. En dan komt er een strafschop voor Roda. En gaat de keeper eraf met rood. Op zo'n moment zit dan ook alles tegen. Dus vorige week was ook op Feyenoord dat het tegen zat. En deze week zat het ook wat tegen. Dus dat hoort er dan bij, denk ik. En dan is het belangrijk om als groep recht te staan. En dat moeten we nu proberen naar volgende week toe te doen. Zijn jullie gisteren als groep bij elkaar gebleven? Of zijn jullie uit elkaar gevallen? Of heeft Heracles jullie uit elkaar gespeeld? Wat is het? Ja, ik denk met 10 man dat het gewoon sowieso moeilijk was voor ons. Dus we hebben geprobeerd om te redden wat er te redden viel. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Maar ik zeg het, nu moeten we dat proberen ergens te plaatsen. En dan naar volgende week toe opnieuw onze rug recht houden en ervoor gaan. Je bent de verdediger. Als je dan ziet dat jullie in de afgelopen 2 wedstrijden 10 doelpunten tegen hebben gehad, dan doet je dat denk ik pijn. Niet alleen als verdediger, denk ik. Ik denk dat dat de hele ploeg is. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor, niet enkel de verdedigers. Dus laat dat duidelijk zijn. Dus iedereen is verantwoordelijk. We zijn een groep en het is niet zo dat we gaan wijzen naar elkaar. Ik denk dat organisatie belangrijk is op dit moment. Hard werken voor elkaar. En als er iets tegen zit, dan moet je toch proberen verder te gaan. En elkaar helpen is op dit moment prioritair, denk ik.